Week van de binnenkomst van heel veel kiddies voor de Games Game Awards. Daniel. Ja. What up? Wat deed je nou met je tong? Oké. Okay. Daar staat een pakje. Ga die vast even openmaken. Ja, een pakje. Het is een enorm pak. Deze. Pak je broek. Dan pak ik deze alvast er even bij, want dan hebben we dit Nintendo pakket. Dus voor onze Nintendo boys hebben we ook een super vet pakket. Met Amiibo, Pokémon, Monster Hunter, super vette stickers, sleutelhangers, kortom fucking vette Nintendo dingen. Dus van Nintendo was shit binnen en Daniel is nu bezig met, er stond heel groot Take-Two op, hè. Dus dat is dan Rockstar of 2K. Het is een enorme doos. Ja. Ja. Er zit niet zo heel veel in. Jawel. Nou ja. Kijk hoeveel erin zit. Niet tot de nok toe gevuld. Nee. Maar wat erin zit. Is het WWE? Ja, weet natuurlijk wie deze wint. Dit is voor de Games Game Awards. Oh, je wint enorme goodie pakketten. Mafia shit. Tas. Fucking deze komt vet. Op kantoor te hangen. Die wil ik. Fucking ja, maar er zijn er twee, dus dat mag wel van mij. Er zijn er twee. Fucking nice. En ik ga er even iets sneller heen hoor, Daan. Want dingen van XCOM, fucking veel t-shirts. Buisje. Funko's. Petje. Tering, vette petten. Wat voor petten zijn dit? Ja, best loyal. Rukkerpet. Wat is dit dan? Is dit van Civ? Een rukkerpet. Mafia. Van Mafia? Oh ja, nice. Nou, kortom, weer pakketten bij ons. Of erbij. En er zijn er ook nog een paar niet geleverd. Dus het wordt een gekkigheid. Met de Gamers Game Awards in december. Hey, Peter, ik ben er helemaal klaar Peter, voor. Peter, waar zijn we vandaag? Ik ben er helemaal klaar voor. Dus stop met je SpongeBob-quote en waar zijn we? We zijn in een of andere provinciaal dorpje in Brabant. Eindhoven. Het prachtige Eindhoven. We zijn in Eindhoven, jazeker. Eindhoven is prima. En ik ben Battlefield 1 aan het spelen op... Ja, sorry. Nee, gaan we door. Nee, op de MC Trident. En dat is fucking awesome, want... er is een bekende Gamersnet quote, het past hier in een PlayStation. De MSC Trident is een VR-ready apparaat waar ik nu Battlefield 1 op Ultra mee aan het spelen ben. Die net zo groot is als een Xbox of een PlayStation. Het is gewoon een... Hoe vet is deze? Dit is ook helemaal, dit kan je helemaal aanpassen, deze ledjes, in alle kleuren. Super vet, want dit is namelijk, dit maakt, dat zijn heel veel console games. Ik twijfel altijd een beetje, gaan we naar PC, weet je, PlayStation, altijd. Nu PlayStation Pro. Maar hij is echt super compact, je kan hem neerleggen, je kan hem staan, je kan er alles mee. Hij is best wel stil, hij is ook niet te heet, ook wel fijn. Peter gaat even Battlefield 1 spelen. Dat is waar, maar dat wil ik wel testen op geen HQ hoor, MSC. Ja? Want dat stillen, dat moet je wel even eerst een uur spelen. Maar Battlefield rijdt heerlijk, het is helemaal prima. Hapjes, kom ook hapjes. Mag ik ook filmen? Ze hebben ook hapjes. Dat is ook lekker. Ach, filet. Lekker man. Dankjewel. Ik pak een puntje. Dankjewel. Dus dit is dus de MSC VR One. En dat is de fucking draagbare PC. Dit is echt bizar. Dit is het al. Ja, dit is het al. Nee, ik heb hier ook nog een clipje. Dat vind ik vet. Oh nee, daar ben ik te dik voor. Ja, ik kan ik wil het niet zeggen, maar. Voor Taiwanese. Maar oké, en we kunnen nou gewoon. Ja, draai eens een rondje, Peter. Kijk eens. 2 uur, hè, kun je ermee gamen. Dan kun je de bed rusten. Erop zetten, ja. Dan krijg je van mij je handjes. Eén is de linkerhand, anders de rechterhand. Ja. Kijk hoe ze goed zitten. Ja. Wow. Oh, daar is een keuze, ja. Peter, wat ben je aan het doen? Ik ben, dit is die job simulator, dus ik ben in mijn keuken geweest. Ja, ik moet sandwiches maken. Ja, je kan het dus nu echt letterlijk in de trein gamen. Check dit, dit is gewoon de PC. Dit zijn je battery packs, die kun je gewoon vervangen. Kun je 2 uur spelen en dan kun je ze vervangen. Een nieuwe battery pack kun je opladen. En check dit, dit is gewoon, I don't know, dit wil je toch of niet?
Ah ja, ik ga lekker naar school, super chill, ben je gewoon aan het VR'en. Hoe vet is dat? Op de fiets, onderweg. Dus ik ga er vandoor, denk ik. En doe je. Hoe is het, Marcel? Ja, prima. In je keukentje? Ja, ik ben echt shit naar mensen aan het gooien, jongen. Ja, ik loop even om je heen, niet schrikken. Nee, prima. Check dit. Dit is gewoon de PC, hè. Super vet. Ja, jongens, de vlog was deze week niet zo heel erg lang. Namelijk 5 minuten en 20 seconden. Langer kon ik hem niet maken. Sorry, en dat komt, ik zal het even uitleggen. Wij zitten nu in ons gamingseizoen. Dat betekent, er komen heel veel games uit, dat weet je zelf ook wel. Er komen heel veel games uit. En dat betekent dat het aantal eventjes is een beetje minder geworden. Want die hebben allemaal hun lancering-event al gehad. En wij zijn eigenlijk vooral aan het gamen. Dus ik ben heel de week Planet Coaster aan het spelen. En Battlefield 1 aan het spelen. Het is een hele job, maar iemand moet het doen. En dus vandaar dat we wat minder beleefd hebben. Maar waar bij MSI deze week? Dat was heel vet. En ik ga jullie opmaken voor volgende week. Want volgende week komt er een super vette vlog. Want, check dit. De kerstboom staat. Nou, de kerstboom staat. En er staat ook nog iets naast. Het is een kastje. En dat heeft een reden. Want de kerstboom wordt straks op een heel erg bijzondere manier gepowered. Dat zie je volgende week in de vlog. Voor deze week. Bedankt voor het kijken. Geef overal die like. Als je het via gamesen.nl checkt, hoef je eigenlijk niks te doen. Dan houden we al van je zoals je bent. Check je dit echt via YouTube, moet je meer doen voor onze liefde. Liken, subscriben, alles. Je weet het, de Works, Twitter, Facebook, Instagram. Je kan zelfs onze Twitch streams checken. Doe dat vooral. Tot snel weer.